Sanneke de Neeling. Vandaag goud gewonnen op de Jeugd Olympische Winterspelen op 3 kilometer lange baan schaatsen. Hoe is het met je? Ja, super. Heel goed. Had je vooraf jezelf een gouden medaille toebedacht? Ik had er wel heel erg op gehoopt en ja, ik wilde het heel graag winnen. Je moest als eerste van de kanshebsters het ijs op. Had dat gevolg voor de opbouw van je race? Nee, totaal niet. Ik heb gewoon mijn eigen race gereden. En ik ben net zo lang doorgegaan totdat ik niet meer kon. Hoe bouwde je je race op? De eerste 4 rondjes heb ik met Emiel afgesproken. Gewoon glijden, ook je eigen techniek pakken. En de laatste 3 rondjes beuken. En keihard beuken. En toen je over de meet kwam, wist je toen al van dit zit wel goed? Nee, ik had echt nog geen idee. Emiel wist het ook nog niet. Emiel wist het. Okay. Zat je gespannen toe te kijken op de tribune? Wat ging je doen nadat je zelf geschaatst? Ik was eigenlijk hopeloos in de kleedkamer. Een duikje, maar ik heb de laatste rit wel gezien. Ja, ik was heel blij om te zien dat de rondetijden steeds verder opliepen. Dus wanneer wist je dit zit goed? 2 rondjes voordat die rit finishte. Toen zaten ze 12 seconden boven mijn tijd. En ik dacht niet dat ze dat in 2 rondjes nog in konden halen. Ik zag je meteen wegsprinten nadat je bekend was dat je goud was. Naar wie rende je toe? Ja, mijn broer. Dat is de leukste broer die iemand kan hebben. Je moest natuurlijk wel even pippelen. En je wordt zometeen hier ter plekke gehuldigd. En daarna, wanneer krijg je jouw medaille? Vanavond op Medal Plaza.